ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, heeft in het afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld in de diversificatie van de Surinaamse economie. Het ministerie is met de neus op de feiten gedrukt, omdat Suriname als grondstoffenproducent de economie moet gaan diversificeren. Dit zegt Andoyo Rusland, minister van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT. Aan de ontwikkeling van transport, communicatie en toerisme en de dienstensector moet er gewerkt worden. En telecommunicatie is daar een belangrijk aspect van, zegt Rusland tijdens zijn terugblik op het jaar 2016. Op basis van het beleidsuitgangspunt van de regering, uitgesproken door de president, is er een pad uitgezet. Hierbij moeten de staatsbedrijven een grote bijdrage leveren aan de economie van Suriname. Rusland geeft als voorbeeld de stappen die voorwaarts gemaakt zijn bij de luchtvaartsector. We hebben de rechtstreekse vlucht op Miami kunnen realiseren. We hebben in elk geval, zoals de constructies in de wereld werken, de zaak SLM luchthavenbeheer op lijn kunnen brengen. De luchthaven, de vertrekhal, valt nu onder luchthavenbeheer. De zaak wordt natuurlijk nog uitgewerkt, maar dat is dus de constructie waar langs die ontwikkeling teweeg gebracht moet worden. Wij zien dat de SLM samenwerkingsverbanden aangaat. Wij zien dat er een samenwerkingsverband is getekend met TUI. Dat past natuurlijk in het beleid. Het beleid betekent dat wij moeten gaan werken op het verbreden van onze scope. Het binnenbrengen van meer business, de commercie een beetje opkrikken, waardoor uiteindelijk de bedrijven hun bijdrage kunnen leveren aan de bevolking, aan de Surinaamse samenleving. Volgens Rusland liggen er voor dit jaar 4 wetten bij de Nationale Assemblée. Eén daarvan is de toerismewet. TCT zal bij deze wet formeel als autoriteit voor het toerisme een grotere bijdrage kunnen leveren. Minister Rusland geeft verder een toelichting op de wetten in behandeling. Wij krijgen de wet voor openbaar vervoer. Daar wordt het georganiseerd. Wij krijgen de taxiwet. Dat zal betekenen dat alle actoren in die branches zullen weten op basis van de wet waar ze aan toe zijn. Beter gemotiveerd zullen zijn om hun bijdrage te leveren. En beter gemotiveerd zullen zijn om te investeren. Waardoor we natuurlijk een betere omstandigheid krijgen voor de verdere ontwikkeling. We vinden soms dat het te traag gaat, dat is waar, maar dat vinden wij altijd. Als mens mag je nooit volledig tevreden zijn. Maar wij vinden dat het in elk geval de goede richting uitgaat als we het vergelijken met een jaar terug. Aldus Andoyo Rusland, minister van Transport, Communicatie en Toerisme.